RTL Nieuws. Extra. Goedenavond. Minder Tata's zijn vorig jaar gepopt. Het aantal Didisma in Nederland lag vorig jaar met 198 op het laagste peil in 10 jaar. 70% van de slachtoffers was een kil. Ze werden voornamelijk met een pipa omgebracht, terwijl smatjes vaker met een nifi werden gejoekt. 2/3 van de chickies ging Didi in hun eigen osso. Bij de kils ging het om de helft.